We staan hier bij de heer Brekelmans, beter bekend als Benny Brekelmans, tenminste in de paardenwereld. We zien hier paarden, paardentrailers, mensen met prachtige rijkleding aan, honden, verzorgers, hoornblazers, etc. Waar zijn we hier beland? Wij hebben vandaag hier een slipjacht. En een slipjacht dat heeft dus niet direct iets te maken met het jagen op wild. Maar we hebben dus de traditie zoals die dus al vele jaren in Nederland en in België wordt gedaan. Dat we dus met een meute, honden, Engelse foxhounds in dit geval, gaan we dus op een sleepspoor. Gaan we dus vandaag dus jagen en dan gaan we dus met ruiters zijnde, te paard, gaan we dus die honden dus volgen. En dus door de bossen en de weilanden gaan we dus deze jachtrit vandaag rijden. We hebben dan dus leden en die leden betalen dus hun contributie per jaar omdat we dus de meute moeten onderhouden. En daarnaast hebben we dus introducees, dus mensen die dus graag mee willen jagen en zo'n jachtdag willen meemaken. Die kunnen dus zich aansluiten en vervolgens dus meerijden, mits ze dus een kipgeld, een klein kipgeldbedrag betalen. En dan mogen ze dus inderdaad ook genieten van een mooie sport die wij dus hier bedrijven, zogezegd. Wij hebben dus inderdaad een sonneursgroep, dus, die dus Rally de Brabant heette die. En die komen dus vandaag hier ook inderdaad blazen en die blazen op een trom de chasse. Dat is dus een Franse jachthoorn en dat is een totaal ander geluid als wat je dus hoort bij de jagers onder het geweer. Die hebben dus een, voornamelijk met die plishoorns waar ze op blazen, dat is een ander geluid. Maar wij blazen, althans onze sonneurs blazen voornamelijk dus op die Franse jachthoorn en die hebben ook al hun eigen melodieën. Dus een bepaalde melodie hebben ook echt een betekenis. Die dus in het jachtveld, zeker in Frankrijk, ook gebruikt wordt. Hoe heet jullie? Is dat een jachtgroep, een band of hoe moet ik jullie noemen? Onze Leveneur de Brabant, dus jachtblazers in Brabant. Tot april, een half jaar, hele winterseizoen, zijn twee verenigingen in Brabant die elke week een jacht hebben. En wij doen bij alle twee die verenigingen mee om het met muziek op te luisteren. Ik dacht vroeger altijd van de hoornblazers zijn alleen mannen, maar ik zie ook vrouwen bij jullie. Ja, dat moet tegenwoordig hè, van Europa. Ja. Nou, we zagen er ook wel erg tegenop, maar het moest, is wettelijk verplicht. Dus we hebben iemand gevonden. Is er binnen jullie groep ook aanwas, bijvoorbeeld jongeren of zo? Ja hoor, we hebben pas weer twee nieuwe leden. Dat is toch wel iets met tradities. Je moet toch ook jonge mensen hebben die zich daarbij aan willen sluiten. Hè? Nou, ik heb de verantwoordelijke taak om alle boeren te vriend te houden en daar afspraken mee te maken. Zodat we dus elk jaar op het landgoed weer mogen jagen met de slipjacht. We hebben wel toestemming van het landgoed, maar we moeten wel de pachters verwittigen dat ze het leuk vinden of toestemming geven om over hun landerijen te gaan. Hebben ze net ingezaaid, mogen we er niet overheen. Dus vandaar dat het in het najaar altijd is, als alles, alle granen en mais en aardappels en van het land af is. Anders mogen we het niet over. Nou, omdat ik dit al 24, 25 jaar doe, dus ken ik alle boeren. En weet ik wel hoe dat ik ze aan moet spreken. Nou, dat is dus morgens op de koffie. Maar dan ben je wel een uur of anderhalf kwijt. En zo moeten we dus 10, 12 boeren hebben. Dus dan ben ik wel eventjes een paar weken van tevoren mee bezig. Er zijn in deze slipjacht wat pauzes ingelast. En dat voor de inwendige mens en dier wat te verstellen. De eerste is de zogenaamde portstop. En hier maken wij van gebruik om een praatje te maken met wat deelnemers.
het deelnemen aan deze slipjacht? Is dat dan een bepaalde leeftijd gebonden? Nee, het is een mix hoor. Het varieert per slipjacht. Jong en oud, man, vrouw, dat maakt allemaal niet uit. Het belangrijkste is dat iedereen doet het voor het spelletje, voor de sport. Dat is het belangrijkste. Dus je moet er plezier in hebben. Tuurlijk, je hebt wel tijd nodig en je moet tijd spenderen om je paard te verzorgen. Maar het maakt voor de rest niet uit hoe oud je bent. Ja, je hebt wel voldoende ervaring nodig. Dus je moet zorgen dat je goed kunt rijden en je paard de baas kan. En eigenlijk is het wel zo dat ruiters die in het buitengebied rijden eigenlijk een ruiterbewijs nodig hebben. Maar voor de jacht is, voor de slipjacht is geen speciaal brevet. Wat voor paard rij jij? Nou, die staan hier, deze twee. Dus dit is eigenlijk het paard van mijn vader en deze rijd ik zelf. En verzorg je ze zelf? Ik moet zeggen dat ik er weinig tijd voor heb. Dus mijn vader doet gelukkig het meest, want ik moet veel op reis voor mijn werk. Dus ik zit veel in het buitenland. Maar goed, met de jachten natuurlijk wel zorg je dat ze er wel netjes uitzien en dat ze in goede staat aan het begin van de jacht verschijnen. Is er veel verschil tussen paarden in de verschillende disciplines in de paardensport? Ja, er zit heel veel verschil in tussen paarden. Je hebt heel veel verschillende soorten rassen en niet elk paard is geschikt voor de slipjacht. Belangrijk is dat paarden koel in het hoofd zijn, dat ze niet te veel schrikken of zich druk laten maken. En ze moeten ook een beetje moedig zijn, want af en toe dan komen een beek tegen waar ze overheen moeten springen. Of wel eens een omgevallen boom. Dus ze moeten eigenlijk moedig zijn en ze moeten wel redelijk koel in het hoofd zijn. De Triple B-Hunt is de club uiteindelijk waar ik lid bij ben en waar ik slipjachten voor organiseer en sliptrek. Ik zorg ervoor dat we in ieder geval 20 slipjachten per seizoen kunnen hebben, die ik dan zelf organiseer in diverse gemeentes. En ik trek een doek met vossenurine en vossenmest door de landerij, door de bossen, door de akkers uiteindelijk. En de honden volgen dat spoor. Dus ik ben een soort van nepvos. Ja. Ik zag je onderweg, rustig op je gemak. Ik denk als dadelijk heel die meute honden eraan komt, die halen jou in. Inhalen is niet zozeer een probleem. Ik heb liever dat we een mooie sport kunnen bieden, waarin de honden goed werk kunnen leveren, dan dat ik ingehaald zou worden te ja of nee. Maar de 27 seizoenen maak je ook niet zo druk meer. En de truc is dat als ik continu rechtdoor zou gaan met die slip, de honden alleen maar rechtdoor zullen lopen en er eigenlijk weinig te bejagen is. Dus bij mij is de truc om die landerij zo breed mogelijk te gebruiken en zo optimaal om het tempo laag te houden voor de ruiters, zodat ze op hun gemak uiteindelijk kunnen genieten van de sport. De ruiters, sommigen gaan over een sloot, sommigen gaan over een berm en sommigen maken een omweg. Die omweg, creëer jij die ook? Dat is afhankelijk van welke slipjacht en de organisator dat uiteindelijk is. De gemiddelde organisator die vindt het fijn als er een alternatief geboden kan worden. Dat springen altijd een optie is en nooit een verplichting. Een slipjacht. Vroeger hoorde ik altijd, ja dat is een vossenjacht. Wat is het verschil? Dat een vossenjacht in Engeland en Ierland nog toegestaan is op een echte vos te jagen met honden en te volgen het paard. In Nederland en in België is het verboden om met honden een dier te gaan bejagen in de zin van een vossenjacht. Vroeger hadden we in Moergestel ook zo'n meute, maar waar komen jullie vandaan? Ik woon in Casterlee, in België. We zien een heleboel honden. Wat zijn het voor honden? Dit zijn Engelse foxhounds. Dus eigenlijk de honden waar men in Engeland mee op vos jaagt. Die iedereen kent van alle schilderijen. Daar doen wij mee aan een slipjacht. Dus, Je hebt ook kleinere honden? Dat zijn beagles. Daar jaagt men in Engeland te voet mee op haas. Jagend over velden en bossen komen jullie natuurlijk jagers, boeren en recreanten tegen. Hoe is die samenwerking? Vandaag zijn wij tijdens onze jachtdag zijn wij jagers met het geweer tegengekomen en boeren die hun velden aan het bewerken waren. Kunt u dan zich voorstellen hoe goed die samenwerking is met dat iedereen het ons gunt om deze traditie voor te zetten? Deze honden die hebben daar super veel plezier in natuurlijk. Hè, om die lijn die wij uitleggen, die puzzel die wij voor hun maken, om dit uit te werken. En wij zijn natuurlijk vereerd dat wij die honden mogen volgen. Dus dat houdt een beetje onze jachtdag in. Ik heb er eens een keertje gezien, die waren met tweeën aan elkaar gekoppeld. Kan dat? Dat kunt u wel eens ergens gezien hebben. Wij doen dat ook, dus honden koppelen. Dat doe je om een jonge hond te leren gehoorzamen. Niet tijdens de jachten. Dus puur op de dagelijkse trainingen. Dat de jonge hond leert in de groep te blijven. En de oude hond die houdt hem dan mee op zijn plaats. De bevelen, worden die in het Frans, Duits of Engels gegeven? Alles is bij ons in het Engels. Hè. De kleding, de paarden, de honden, de gebruiken. Dus we rijden wel rechts van de weg. De honden worden bij ons gefokt, dus dat wil ook zeggen bij ons geboren. En vanaf dat die honden 10 maanden oud zijn, worden ze in de meute geënterd, zoals dat heet. Dat gebeurt meestal in de zomer, net na het jachtseizoen. Dan hebben we heel de zomer de tijd, dat wil zeggen vanaf
april tot begin september om die jonge honden die dan nog in de groeifase zijn, de commando's te leren, de kenneldiscipline te leren, mee uit te gaan met de fiets, de paarden leren kennen. Dat is een heel proces, dat duurt een paar maanden. Dat doen we altijd in de zomer, net voor het seizoen. En dan zijn ze klaar als we beginnen in oktober. Heb je bij zo'n meute ook een leider? Er is wel een soort van een alfa-hond die een klein beetje de baas is. Maar doorgaans ja, ben ik degene die zegt wat er moet gebeuren. En de honden moeten naar mij luisteren en dat kennen ze heel goed.